dit. En dit. Het is vandaag een speciale dag. Niet voor mij, maar wel voor mijn beste vriendin. Want het is haar tweede corona-verjaardag. Dus om het beter te maken, ga ik als een goede vriendin haar favoriete taart maken. En dat is een citroentaart. Ik ben een krak in 4x4 keken, omdat dat gewoon heel makkelijk is. 250, 250, 250 en 4 eieren. Maar dit is een taart. Ik heb nog nooit een taart gebakken. Ik hoop dat ze tevreden gaat zijn of ze gaat echt een zure verjaardag hebben. Amai, yummy. I'm gonna have no life. Dus dan ben ik eigenlijk wel blij dat er iemand in mijn close omgeving jarig is waarvoor ik een effort kan doen en die dan ook gewoon blij kan maken. Want ja, zij werken wel allemaal en mijn vrienden gaan wel allemaal nog naar school en hebben wel allemaal dingen te doen. En ik lig hier in mijn bed en ben mijn cv aan het maken en ben zo, life is boring. Maar beautiful citroentaart. Hallo! Happy month! Spannend! Heb je zelf iets gebakken voor mij? Damn! Oh my god! Hallo, is het een citroentaart? Ja. Het is mijn lievelings! Wauw! Ik ben blij. Yippie! Party! Okay. Party! Misschien dat wel een mop. We kunnen niet naar wereldsteden gaan als Parijs of Londen. We mogen eigenlijk nergens naartoe. Oh, we zitten heel veel thuis. We zitten constant thuis. Dus dacht ik, oké, om te creatief zijn. Dus ik breng die gewoon naar de grootste wereldstad van België, van de wereld. Namelijk Antwerpen. Maar Michael is ook zo van, ja, Antwerpen, ben daar opgegroeid, leuke stad, kan er keiveel doen. En ik was daar vorig jaar en ik dacht van, oh, er is niet zoveel te doen. Oké, de Stefan is te laat. Stefan, like always. Ja, eigenlijk was deze de bedoeling. Stefan was extra. Dus, ja, eigenlijk ook gewoon een statement. Ja, ja. Voilà. Wat ik niet begrijp, zij kennen Antwerpen niet. Het enige wat ze weten is station en de mer. En dan denk ik van, bro. Dit is Koningsplein. Mijn basketbalplein. Grote ballers. Oh. Hey, mag zij eens een shot doen of wat? Hold my wand. Oké, okay, geef maar terug, want anders... Ciao. Doei. Na eeuwen te wachten, komt Stefan eindelijk aan en komt eindelijk de tour met drie doen. En kijk eens aan. Ah, was mooi. Oh, kijk de lucht. Is mooi. Mooi film. We zagen plaatsen die ik de eerste keer niet had gezien. Dus toen ik wel eens van, ja, Antwerpen heeft wel zijn charmes. The Eye of Antwerp. Frank, we zijn in Londen. Is dit Londen? Ik heb net mijn 6 weken stage afgerond, ben klaar. En ben een paar maanden leren ik af. Nu is het echt heel dichtbij. Waar ga ik wonen? Ga ik nog thuis wonen of ga ik verhuizen? Als ik verhuis, in welke stad, wil ik meteen verhuizen als ik begin te werken? Maar misschien wil ik eerst sparen. Ja, volgend jaar wordt een grote verrassing. Het gaat anders worden. Volgend jaar waarschijnlijk gaan wij ieder onze eigen weg. En Antwerpen is wel echt een plek waar ik mee zie wonen. Hallo, de video is gedaan, dus ja... Maar als je mee wilt zien van ons, klik hier. Of wilt je gewoon altijd op de hoogte blijven, abonneer je dan. Abonneer hier. Dus klik gewoon. Maar doe hier. Iets, één van deze twee. Dus ja, want wij gaan gewoon kijken nu. Oké, doe het.